Normaal zou Elisa uit Vianen nu de stad verkennen samen met duizenden andere studenten. Maar in plaats van volle parken en pleinen zit ze achter een laptop in de tuin. Door corona is de uitweek dit jaar heel anders. Gek. Ik had natuurlijk wel een andere introductieweek verwacht natuurlijk. Maar ja, we moeten er maar het beste van maken. En een deel is nu inderdaad online, maar ik ben blij dat tenminste iets doorgaat. Online is toch een hoop te volgen. Er is een talkshow om de studenten zo goed en zo kwaad als het kan toch op weg te helpen. Wees nieuwsgierig, kom naar Utrecht, kom naar je studiegenoten, want iedereen zit met hetzelfde probleem en iedereen wil graag elkaar ontmoeten. Maar dus wel op 1,5 meter afstand. Elisa zit al in een appgroep met haar studiegenoten, maar niemand heeft ze nog in het echt gezien. Toch gaat dat wel gebeuren. We hebben er wel voor gekozen dan om naast het online gedeelte ook nog als groepje dan elkaar even te ontmoeten op 1,5 meter afstand. En gewoon met alle regels en maatregelen, omdat je fysiek gewoon niet met online kan vervangen. Het is dus heel anders dan ze zich had voorgesteld. Maar aan de andere kant heeft het toch ook wel weer iets. Dat het straks gewoon in de geschiedenisboeken staat van mijn kinderen, kleinkinderen en dat ik het er dan over ga hebben. Dat ik dan als oud omaatje zo zit en al mijn verhalen vertel. Dat ze echt denken van, hoe kon je nou afstand houden en hoe kon je nou niet uitgaan? Of dat je ineens gewoon van niks kon doen, dat je gewoon thuis moest zitten. Ja, dat is heel gek.